Wat hebben jullie er allemaal voor gedaan om hier de weidevogels weer terug te krijgen? Nou, het is uitkijken met maaien. Ja. Dus, vooral als die kuikens er in het lange gras lopen, dan weet je niet precies waar ze zitten. Dus, dat is soms even zoeken. En als je dan in de gaten hebt dat er wat loopt, is het zaak om in dat perceel te stoppen met maaien en een ander perceel verder te gaan. En eerst beter de vogels te lokaliseren en daar een beetje omheen te maaien en een dag te wachten. Dat ze de mogelijkheid hebben weg te gaan, weg te trekken uit dat perceel. Eventueel kun je ze daarmee helpen door een paar zakken te plaatsen. Maar het kost wel heel veel oponthoud. Het kost behoorlijk oponthoud, kost veel tijd. Maar nou ja, het is van het jaar goed gelukt. Hoeveel oponthoud kost het eigenlijk als je rekening houdt met de weidevogels? Nou ja, het is natuurlijk ook hoe vaak je het hebt. We zaten hier in drie perceel, waar dan de verschillende vogels liggen. Ja, je bent zo'n paar uur verder van het trekken. Kijk waar ze zitten. Eerst weer een ander perceel. Opnieuw kijken, er rondomheen maaien. En dan, zoals we het vanjaar gedaan hebben, de andere dag opnieuw de maaien erachter en de laatste stukken maaien. Het is wel bewerkelijk, maar goed. En Arjan, ik hoorde dat jullie ook s'avonds laat nog dan aan het werk zijn. Tot hoe laat werk je dan door? Ja, het gras moet er toch af. Dus dan wordt gewoon tot het af is. En dan is zo een uur of 11 was toe. Ik en op een gegeven moment dan wordt het donker. Ja, de boel gestopt. En dan de volgende dag dan gaan we verder. Is het belangrijk dat je die weidevogels redt? Nou, ja, zoveel zijn er niet meer. Dus dat probeer je daar. En met welk resultaat tot nu toe? Nou, de meesten die hebben het overleefd. Er lopen jong mee, dus dat is een goed teken. De ene had er 3 en de andere had er 2. Ja. Oké. Okay. Dus het heeft al met al het heeft veel moeite gekost, maar het heeft ook wat opgeleverd. De keukens die hier liepen, die zijn in ieder geval veilig naar de andere kant, naar de plaats eruit gekomen. Dus dat is goed gelukt. Ja. Ja. Zijn jullie tevreden over het resultaat? Ja, nou, ik hoop dat het verder goed gaat en dat ze groot worden. Dat ze, nou ja, dan hebben we die in ieder geval gered. Nou ja, goed, we zijn hier zo'n beetje ingerold, maar ja, het zou toch ook jammer zijn dat er niks meer zit. Dat zou ik wel jammer vinden. Ja, uiteraard. De vorige werkgroep is er meer dan druk weer. Ja, die heeft ook echt actief meegezorgd waar ze zaten, de keukens. Dat is dan ook wel makkelijk, maar als je het allemaal alleen moet doen, dan wordt het wel heel moeilijk. Ik ben er wel van overtuigd, dus de grond ook, neem er ook goed bemest van. Want ja, bemesting, dat geven we worm. En dat is vreten voor die diers. En die kunnen we nog gewoon. Zoals een hazen en die weidevogel die wil geen in goed lang gerust zitten. Dat wordt goed samengewerkt. Dat is dit voorjaar prima verloren. Ja. Het begint al aan het begin. Op tijd injecteren, dan kun je weiden slepen en room. En dan heeft de Nortie, daar hoef je er niet meer op te komen. Kijk, en dan met kunstmest zijn, dan kun je ze vaak als hier zitten. En dan kun je er een beetje rekening mee om. En dan gaat het goed? Ja, dan moet je proberen dat goed te geven, dan moet je hopen dat het goed gaat. Ja, je hebt natuurlijk de kraai, de vos, de matten, de hermelijn. Ja, van alles. Want die komt natuurlijk ook. Ja, die nesten is één ding, maar als die keukens beginnen te lopen, dan wordt het helemaal lastig. Dat zit ze overal.